Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. In zijn rode wagen, zon of regen vlagen, brieven pakjes brengt hij door het land. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Ieder kent zijn mooie rode kar. Als een klant en zwaaien naar hem en lachen. Wie weet, brengt hij jou ook wat? Hoor je klop, de post, kijk gauw op de mat. Pieter Post, Pieter Post, met zijn poes verdient de kost. Vogels in de bomen zien hem fluitend komen. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Pieter is als vriend steeds bij de hand. Dus liefje, kijk me aan. Bevrijd me lief, kom op, bevrijd me lief. Je bent een hartedief, kom op, bevrijd me lief. Dit is absoluut mijn favoriete nummer van Bram Lee. Echt hoor. De mijne ook. Ik kan niet wachten om vanavond naar zijn concert te gaan in Groterdam. Oh, ik weet zeker dat hij geweldig is live. Echt? Zelfs nog beter dan je vader? Hallo, speciale bezorgservice. U spreekt met Pieter Post. Pieter, we hebben weer een speciaal pakketje vandaag. Kun je meteen hier naartoe komen? Ik ben zo bij je, Ben. Er ligt een speciaal pakketje klaar. Ik ben benieuwd wat het vandaag is. Dag, ik zie jullie bij het concert. Doei, Piepert. Kom op, bevrijd me lief. Oh, hoi Ben. Ik zong het nummer van Bram Lee, weet je wel? Bram Lee? Hoe weet je dat? Hoe weet ik wat? Dat Bram Lee vandaag je speciale pakketje is. De echte Bram Lee? Popster Bram Lee? Ja, zijn privéjacht heeft problemen gekregen op zee. Oh. Dus jij moet hem ophalen met de pakketjesboot. En hem op tijd naar Groterdam brengen voor zijn concert. Je bedoelt dat ik Bram Lee echt ga ontmoeten? Ja. Wauw. Kom eens, Moes. Dag, Ben. Wauw. Hoi. Miauw. Dag, Pieter. Wat is er met jullie vier aan de hand? Hebben jullie geen zin in het concert van Bram Lee? Jawel. Maar nu vervelen we ons zo. Er is helemaal niks te doen in de trein. Jullie hebben toch Bram Lee kleurboeken mee? Die zijn al vol. Allemaal. Maar jullie hebben ook je Bram Lee stripboeken mee, toch? Al uitgelezen. Al 2 keer. Als de vader van Dick en ik ons vervelen, gaan we altijd samen zingen. Ja, maar jullie zingen alleen maar ouderwetse liedjes. Nou, niet altijd. Ab kent geen andere liedjes. Maar jullie kunnen toch moderne liedjes zingen? Iets van... Iets van Bram Lee! Oh ja! Ja! Eens zien. Er staat vast wel iets van hem op mijn telefoon. Hé, we kunnen doen alsof dit een zangwedstrijd is. Zoals op tv. Oh ja! En dan zijn wij de kandidaten en de moeders de jury. Woo! Ja! Goed idee! Nou, kom maar op. Laten we beginnen! Oh, ik ga en sta, maar ik weet niet... Woehoe! Ik Bram Lee, doe dat maar eens na! Oh, dat is vast het jacht van Bram Lee, Smoes. Bevrijd me lief, kom op, bevrijd me lief. Je bent een hartelijke, kom op, bevrijd me lief. Oh.
En wat? Nou, jullie zijn de jury. Wat vonden jullie ervan? Oh, heel erg krachtig. En luid. Ja, inderdaad, ontzettend luid. Oh, yes! Yes! Yeah! Willen jullie nog een nummer horen? Nee. Nou, we bedoelen eigenlijk dat wij als juryleden graag iets willen zien dat wat rustiger is. Iets rustiger? Zoals wat? Een danswedstrijd? Dat is wat rustiger. Ja, laten we kijken wie als beste Bram Lee na kan doen. Cool zeg. Laten we met de danswedstrijd wachten tot we in Rotterdam zijn. Daar is veel meer ruimte. Ja! Cool zeg! Oh, daar komt die smoes. Wauw! Welkom aan boord, meneer Lee. Mijn naam is Pieter. En dit... Ja, oké. Okay. Volgens mij zag ik een meeuw. Ik ben dol op meeuwen. Er is hier genoeg ruimte voor de danswedstrijd. We dansen net zoals Bram Lee op televisie doet. En jullie zijn weer de jury. We dachten dat wij moeders ook wel konden meedoen. Wij vinden dansen ook leuk. Moeders kunnen toch niet dansen? Ze zijn te ouderwets. Nou, wij denken dat we het net zo goed kunnen als jullie. Toch, meiden? Oké. Laten we moeders tegen de kinderen danswedstrijd houden. Ja! Ja! Mogen wij dan eerst? Is goed. Klaar? 1, 2, 3, 4. Kan ik iets voor u doen, meneer Lee? Oké, dit is een kleine boot. Ja... Hij is niet zo groot als die van u. Sorry, ja, hoi. Waarom gaat hij de hele tijd zo heen en weer? Oké, wow, kom op, Bram. Denk aan een mooie plek. Gaat het wel goed, meneer Lee? Ik hou niet van boten. Wel van grote boten, zoals jachten. Ik bedoel, dat gaat wel. Dat is prima. Het is gewoon dat dit kleine ding is gewoon eng. Geen zorgen. De pakketjesboot is misschien klein, maar hij is nog nooit gezonken. Gezonken? Kan hij zinken? Mooie plek. Heet u? We brengen u naar Rotterdam zo snel als we kunnen. Meeuw. Hallo? Sorry, wie is deze kat? Oh, dat is Smoes. Hij is mijn beste vriend. Hij is lief. Ja. Ik hou van dieren. Oké, nu zijn de moeders aan de beurt. Wij zijn beter. Moeders kunnen alleen maar ouderwets dansen. Oh, denk je dat? Klaar, meiden? Oh, wow. Geweldig! We zijn er bijna, meneer Lee. Kijk, je kunt Rotterdam al zien. Oh, cool. Niet waar, Smoes? Meeuw. Sorry, maar een alarm. Gaan we zinken? Nee. Geen zorgen. Het is mijn telefoon maar. Hallo? Pieter, we hebben nog een speciaal pakketje. Oké, Ben. Ik kom naar je toe zodra ik meneer Lee heb afgezet. Sorry, Pieter, maar dit is een noodgeval. Chris heeft een zieke papegaai in de vuurtoren en die moet zo snel mogelijk naar Anna worden gebracht. Oh nee. Anna is met medicijnen onderweg naar Rotterdam. Ze wacht daar op je. Komt in orde, Ben. We keren om en gaan naar de vuurtoren. We keren om? Waar heb je het over? We zijn er bijna. Het spijt me echt, meneer Lee, maar dit is een noodgeval. Er is een zieke papegaai die we moeten helpen. Een zieke papegaai? Oh nee. We wisten helemaal niet dat jullie zo goed konden dansen.
Jullie zijn niet de enige die naar Bram Lee op tv kijken. Over Bram Lee gesproken. Zouden hij en Pieter hier niet al lang moeten zijn? Geloof me, Pieter zal hier zeker op tijd zijn. Weet je wat? Laten we anders een ijsje gaan halen terwijl we op hem wachten. Ja! Lekker! Pieter zal je naar Anna brengen, meneertje Pepper. Hoge golven! Hoge golven! Dat klopt, Columbus. We moeten Pieter waarschuwen. Oh, ah. Sorry, meneer Lee. De hoge golven maken het nogal moeilijk om de boot stil te houden. Gaat het wel? Mooie plek, mooie plek, mooie plek, mooie plek, mooie plek. Pieter, ik denk dat het niet veilig is om de boot aan te meren. Er zijn veel te hoge golven. Over. En de zieke papegaai dan? Geen zorgen. Daar heb ik iets voor bedacht, Pieter. Oh. Ik zal dit touw naar je afvuren. En daarmee kunnen we meneer Pepper in een mand naar je toe brengen. Goed idee van je, Chris. Maar ik denk niet dat ik de boot stil kan houden en ook het touw kan vangen. Ik heb helaas niet genoeg handen. Oh nee, wat moeten we nu doen? Misschien kan ik je helpen. Meneer Lee, ik dacht dat u bang was voor de hoge golven. Ja, nou, dat is ook zo. Maar ik ben dol op dieren en die kleine jongen heeft hulp nodig. Het is oké, Chris. Ik heb een paar extra handen gevonden. Is dat... Bram Lee? Ja, dat heb je goed. Vuur maar af. Daar ga je dan, meneertje Pepper. Ik heb je. Daar ben je. Geen zorgen, kleine jongen. We maken je snel beter. We kunnen gaan, Pieter. Ai, ai, meneer Lee. Noem me maar Bram. Ai, ai, Bram. Hallo allemaal. Is Pieter er al? Nee, helaas nog niet, Anna. Hij is Bram Lee ophalen voor zijn concert, maar hij is te laat. O jee. Hij haalt ook een zieke papegaai op. Die is er erg slecht aan toe. Oh, oh nee. Jeetje. Daar is Pieter. Met de papegaai. Maar wie houdt de papegaai nou vast? Oh, dat is Bram Lee. Gaat het goed met hem, Anna? Binnenkort wel. De medicijnen zullen hem snel weer beter maken. Dames en heren, jongens en meisjes, geef een heel groot applaus voor Bram Lee. Hallo daar, Groterdam! Hallo, Bramli! Jongens, dit eerste nummer draag ik op aan twee speciale vrienden die ervoor zorgden dat ik hier vanavond kon zijn. Pieter Post en Smoes de Kat. Wauw, Bob! Oh, ik ga en sta, maar ik weet niet hoe ik dit nu aanpakken moet en mijn hoofd wordt moe. Maar ik hoor je naam, daarom blijf ik staan. Ja, oh, ik wil voor je gaan, dus liefje, kijk me aan. Bevrijd me lief, kom op, bevrijd me lief. Je bent mijn hart te diep, kom op, bevrijd me lief. Bevrijd me lief, kom op, bevrijd me lief. Je bent mijn hart te diep, kom op, bevrijd me lief. Oh, oh, oh. Speciale bezorgservice, missie volbracht. Een speciaal pakketje, Pieter brengt het graag. Een speciaal pakketje, Pieter Post. Welk pakketje brengt hij vandaag? Pieter Post, hij is de man die ons helpt en alles kan. Missie volbracht.